Tot vanmiddag. Veel plezier. Doei, doei. Kijk eens, voor de leuk. Kantoor. Geweldig. En eentje voor je moeder. Dankjewel. Maar niet gewerkt. Nee, je hebt geen flikker gedaan vandaag. Beetje sturen. Nou, weet je wat hij zei? Weet je wat hij zei? Als het aan mij had gelegen, had ik jouw kop niet gezien, zei hij. Sparen voor een vaatwasser. Vaatwasser? Er staat er een vaatwasser buiten? Oh, hier. Varen schepen weer naar binnen en wij gaan er weer uit. We gaan de Oosterschelde weer op. We hebben hier een diepte van bijna 40 meter. Oh ja. Dat is een ander dan 60 centimeter. Hallo! Hallo! Long time no see. Tot vanmiddag, veel plezier. Doei doei. Naar de haven. Ja, kijk of ze een leuk plekje hebben voor ons. We hebben
flink tegen stroom. Dus het wordt wel weer... Ja, wat? Even een dingetje om naar binnen te rammelen. Oh. Nou, ik zou zeggen, je zeil uit. Oh, die hebben we niet. Nee, die hebben we niet. Komt goed. Komt allemaal goed. Roompot Marina Kamperland. Oh nee, het is Roompot Beach Resort. En dat blijkt wel zo, want kijk, hoe leuk is dit? Je hebt allemaal huisjes aan het strand. Dat is wel heel tof. Dan kan je echt lekker op het strand genieten, dat is wel heel gaaf. Nou, wij gaan natuurlijk niet op het strand. We hebben ook geen huisje. Wij gaan hier de haven in. Zo mooi. Even een rondje draaien van de zaak. Nou, hier een paar dagen vertoeven. Hier hebben we ook een meet and greet met Sis en Zwagert. Dus dat wordt wel leuk. Maar ja, nu gaan we eerst even kijken of we een plekje hebben. Kijk, je ziet erachter. Het is gewoon heel gezellig hier. Ja, misschien denk je aan de lucht. Er zit wat blauw tussen. Maar het is echt heel, heel lekker weer. Nou, dit is ook de vasthaven van de borrelboot. Van ons vriend Ron. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Dus ik heb er wel ontzettend veel zin in, zeg maar. Het is weer eens wat anders gewoon. Het is een beetje een combi. Gezellig camping, huisjes, haven, strand. Ja, leuk. Achterin zie je een blauw gebouw. Daar staat ook op Roompot Marina. Ik denk dat daar ook de havenmeester wel te vinden is. Natuurlijk altijd even netjes melden. Maar het is goed is dat Ron het ook geregeld. Dus moet het goed komen. Ook hier weer toch heel veel zeilboten. En die snappen wij. Het is hier heel mooi om te zeilen. Hier kan je echt van de wind profiteren. Dus die snappen wij. Nou, de wind is ook een beetje weggevallen. Dus... Oh, lekker. Nou, een paar dagen chillen hier. Hoi, hoi. Dus denkt de allervriendelijkste havenmeester. De venders moeten weer uit. De touwen moeten weer overboord. Dus dat gaan we dan weer even doen. Ga even venders plaatsen. Oké. Maar stil wordt. Dat hebben wij volgens mij zoiets gegeten gisteravond, joh. Ja, het lag gisteren op mijn bord, die sla. Nou, een beetje van die... En wat is jouw naam? Ik ben Brian. Hi, Brian. Ik ben de havenmeester. Ik ben Diana. Welkom. Dankjewel. Welke wil jij? Die of die? Ja, doe die maar. Kan jij zeg maar erom... Wat wil je hem? Terug of ja, zo? Ja, doe maar gewoon dubbel. Zo? Nog een keer? Ja, nog één keer. En nog één keer, ja. Oké, dankjewel. Zo, leuk.
Nee. Ja, met de Nadiem? Ja. Met de Ron. Deze nog niet. Nee, deze nog niet. En dat stond wel op mijn wensenlijstje. En wil nou niet dat mijn zus, die is aan het camperen. Dus ze zegt, dan kunnen we afspreken. Waar ga je heen? Naar Zeeland. Oh, zegt ze, leuk. Is ze nou, dan gaan we naar de Roompot. Dus die heeft een camperplek gereserveerd. Dus die komt met de camper morgen. Ja, dat is superleuk. Dus, nou, we leggen weer vast. Ja, we zijn er weer. Een voortouwtje. Ja, voortouwtje, achtertouwtje, klaartouwtje. Klaartouwtje. Houtje touwtje. Komt helemaal goed. Die wil ik dan weer graag van je terug. Dat mag. Nee, door het gat heen. Ja, nee. Doorheen. Ah, nee, weer terug. Vanaf mij, ja. 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 Als we vertrekken, dan... Hoef ik niet van boord. Nee. Ja, we zijn best slim af en toe. Af en toe. Niet altijd. Zo. Nou, leuk, hè? Ja, leuk. We zijn er weer. Ja. Ik zeg ook, Brian, zijn moeder kijkt altijd de vlogs. Nou, kunnen we een fotootje maken voor haar, toch? Zeker. Dat is superleuk. Vind je het leuk als een stukje filmen? Die is een grote fan. Ja, ga je gang. Ja? Moet je deze even omdoen? Ja, dat is wel leuk. En dan moet je even... Ik heb al wat informatie gevraagd aan Brian. Diana, die gaat je hele moeilijke vragen stellen. Nou, dat zal toch wel niet. Nee, zo ben ik niet. Ik vroeg alleen aan Brian van... Nou, we hadden gehoord dat hij fan was. Oh. Maar zijn moeder kijkt alle vlogs. Ja. Mijn moeder is groot fan. Die is groot fan. Die is echt groot fan? Ja, zeker. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. En misschien is het wel leuk als we dan zijn moeder een cadeautje geven. Voor vaderdag. Ja. Ja, dat is wel heel toepasselijk. Een verlaat moederdag cadeautje op vaderdag van Brian. Ja, dat is een goed idee. Ja, gaan we doen. Mooie. Ja. Misschien wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Zal ik het even pakken? Ja, moet jij het even pakken. En misschien voor Brian ook heen? Oh jee. Ja, dat zou wel leuk zijn hier op de haven misschien. Ja, leuk in zijn kantoor. Ja, komen jullie straks op mijn kantoor kijken? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dan nemen we het mee. Ja, vind ik een goed plan. Dan geven we er één mee nu. Of geven ze allebei dan? Nee, geven ze allebei en dan komen we kijken of hij een mooi plekje heeft gevonden. Ja, ja, bij zijn moeder zal het zeker een mooi plekje. Mijn moeder zeker. Ja, toch? Ja, is goed. Dag. Nee, leuk dus je Arnhem en je woont nu in Goes. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Hij is 2 jaar hier havenmeester. En dan ook zomer, winter, fulltime. Zomer, winter. En je hebt wat steun van... In de zomer heb ik wat steun van extra collega's. Ja, want je moet wel een keer vrij. Want van hoe laat tot hoe laat is de haven open? Buiten het hoogseizoen van 9 tot 5 en in het hoogseizoen van 8 tot 7. Ja, kijk, dus dat is een lange dag. Een lange dag. Ja. Kijk eens, één voor de leuk. Kantoor. Geweldig. En eentje voor je moeder. Dankjewel. Ja, dan moeten wij een fotootje gaan maken natuurlijk, hè, ja, met de vlaggetjes en met de Enjoy Life. Dat vind ik wel heel erg leuk. En we komen naar het kantoor natuurlijk, want dat vind ik wel even leuk. Kijken waar hij het hele jaar werkt. Ik zeg al, ik heb het mooiste kantoor van Nederland. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja. Want waar zit jij nou als ik aankom? Waar ik bij dat blauwe, toch? Dat groen-blauw. Groen-blauw, ja. Dan heb ik dat op de video dat goed gegokt. Nee, dan maken we even een leuke foto. Doen we. Gaan we doen. En dan gaan we natuurlijk even naar het kantoor van Brian. Dat vind ik wel leuk. Maar dan kan hij de foto even naar zijn moeder sturen. En dan zet ik hem op Facebook. Oh, dan wordt ze zou je blij. Moeder Facebook hebben? Die heeft zeker Facebook. Ja. Ah, kijk, dan gaat dat goed komen. Zet hem op de pagina met het vlaggetje. En dan dat de vlag naar haar toe komt via Brian. Ja. Nou, hoe vind je hem? Helemaal prachtig. Ik vind hem leuk. Nou, gaan we doen. Gaan we zo even naar kantoor toe? Ja, gaan we even een foto maken. Leuk. Is goed. Nou, we zijn in het boze kantoor, zeggen ze. Oh. Ja, dat is wel netjes. Ja. Mooi uitzicht. Ook. Wel lekker ruim. Ja. Ja, maar ze hebben ook een paar. Ergens ze hebben ook een huisje. Nee, ze moeten. Nou, de vlag hangt. Hè? Ja, we zijn at the office, hè? Al boord. Ja, je hebt mooi office. Kantoor. Een office of mooi kantoor. En dat zijn allemaal bij jouw bekers? Nee,
Nee, die zijn van die zijn gewonnen door de lichtplaatshouders. Oh. Hoe lang werk je hier al? Vandaag precies 2 jaar. Oh, ik dacht 2 dagen. 2 jaar. Ja, maar mensen zijn altijd in de moed, hè, als ze hier komen, denk ik. Meestal wel, niet altijd. Nee? Nee, niet altijd. Oh. Meestal. Nou ja, wij vinden het leuk. Hè? Wij vinden het wel leuk. Ik vind het super leuk. Ik vind het helemaal tof. Ja, nee, echt serieus. Ja, nee, ik was even de landkaart aan het bekijken. Ja. Waar de winkel is en aan het strand is. We gaan even een stukje wandelen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus ik vind het leuk om hier te zijn. Nou, leuk dat we ook tegenover Ron liggen. Ja. Over buurman. Oh ja, daar, ik zie daar achter de borrelbootbus. Ja. Bekend. Dus nou, en echt heel mooi. Het is echt een mooi havenkantoor. Ja. Hij heeft niet echt. Hij zegt, ik heb wel een van de mooiste havenkantoren, maar het is echt inderdaad een. Maar nou kregen wij ook een vlaggetje, zei jij. Ja, zeker. Oh, een speciale roompotvlag. Oh, leuk. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Houdt hij hem weer op zijn kop, hè? Ja, maar voor mij was het goed. Oh. Nou, helemaal leuk. Ja, helemaal leuk. Ja, super. Nou. Ja. Leuk hoor. Ja, nou, kun je lekker vloggeren. Ja. Ik vind hem ook erg fleurig en gezellig en pas mooi bij het water en het strand. Heel mooi vlag. Eerste vlaggetje dit jaar. Ja. Ja, één moet de eerste zijn. Ja. Nee, de vlaggetjes die wij krijgen, die hangen wij het hele seizoen op in de mast. Ja. En aan het eind van het seizoen halen we de mast weer leeg. Yes. Ja. Ja. Maar we bewaren de vlaggen wel, want ik heb ze allemaal nog steeds. Ik denk, ooit weet je wel, als je dan eens een keer iets hebt of zo, dan kan je ze allemaal gewoon aan elkaar. Ja, dan kan je ze allemaal misschien het ophangen. Ja. 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 Want ik zag dat jullie ook op de binnenvaart zitten. Ja? Dat heb ik zelf ook 9 jaar gedaan. Oh, joh, leuk. Wat leuk. En ik heb wel eens, zag je altijd dan als. Schippers echtparen gingen trouwen, dat alle schepen, alle vlaggen vervoerd op achter. Oké, okay, leuk. Dus jij hebt in de binnenvaart gezeten. Ja, leuk. Ja. En wat voor binnenvaart, droge lading, tanker? Ik ben begonnen op een droge lading, toen ben ik naar een tanker gegaan en daarna een containerschip. Oh. Oh, dus dat is wel alles. Alles. Ja. Ja. En dus je hebt ook je papieren. Ik ben tot stuurman gegaan en daarna ben ik gestopt. Dus als we paniek hebben aan boord, dan bellen we jou. Ik heb mijn dienstboekje niet meer. Oh. Ik heb er ook helemaal geen behoefte meer aan. Nee. Ja, Diana wel hoor, die heeft een dienstboekje, die is stuurman. Ja, ik ben stuurman in de Blue Book. Ja. Yes. Dat was het elk jaar of zo naar Rotterdam, maar het SAP. Ja. Oh, het SAP, ja, klopt. Even de stempel af. Ja, ja, dat klopt. Wel een grote haven. Ja, dat wel alles gehad. Ja, ja. Oh, wel leuk hoor. En ik neem aan, vragen aan Ron natuurlijk, of ons vlaggetje wel leuk blijft hangen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ik kom hier ook vaak zat. Oh ja, dat is waar. Ja. Ik was zo even terug aan kijken. Kijk nou joh, de worrelboot. Leuk. Ja. Kun je misschien een keer meevaren? Ja, maar was dat niet meerder die niet toevallig aannaast ons? Dan heb ik voor jou ook nog een paar kaartjes die je neer mag leggen. Die neer kan leggen. Oh, mooi. Oké. Okay. Dan mag je er zelf ook heen, of eet je voor je moeder? Ik had hem al gepost, hè, Facebook. Ik heb het gezien. Ja. Leuk. Nou, we gaan even wandelen. Ja, even wandelen. Geef hier ook een kaartje voor mij. Oh. Kijk. Ja, jij doet iets anders over. Ja. En wat is dat? DJ. Echt? Oh, je bent DJ. Oh, DJ. Oh, dus als jij een keer in Dordrecht, leuk. Onze zoon op een cocktailbar in Dordrecht, en die zoekt als een DJ, dan kan jij komen. Zeker, bel me maar. Oh, leuk. Samen, dat is leuk. Dat is wel leuk. Ja, echt want leuk. Hij wil een keer een DJ, hè, Ramon. Ja. En die heeft een cocktailbar in Dordrecht. Ik sta voor open. Dus oké, nou leuk. Helemaal leuk. Ja. Ja. Nou, Ramon. We hebben een DJ. Ja, wat je al niet tegenkomt, hè? We kunnen hem in de Blauwpoort. Ja, dat is leuk. Krijgen we ook nog havenmeesters. Ja, dat is toch leuk. Ja, nee, maar dat is wel leuk, een DJ. En eigenlijk zou die het leuk. Want jij doet tech, house, funky, programmen, dynamic, maar. Mooi. Ja. Leuk. Nou, dus heb je een DJ nodig? Bellen. Bellen met. Wat is? Be Dutch Entertainment. Oké. Okay. Ja.
Dus je kan mailen, bellen. Mooi, mooi. Mooi, mooi. Nou, we hebben betaald. Ja. Mooi. We gaan even wandelen. Even het park bekijken. Ja, even een stukje lopen. Dus, en we gaan Brian nog wel zien, maar die gaat nu van zijn welverdiende rust genieten. Nog een avondje vrij. Nog een uurtje naar Koes fietsen tussen. Oh, nou, dan wens ik heel veel fietsplezier. Ja, en een groet aan je moeder, hè? Ja, is goed. Doei. En spreken we elkaar. Doei. Koffie of bakkie staat klaar, hè? Ja, zeker. Altijd. Oké. Okay. Doei. Hier allemaal huisjes. Ja, een soort caravans. Leuk hoor. Mobile homes zijn dit. Leuk. Hè? Leuk, leuk, leuk. Ja. Ja, leuke camper. Ja, zo'n Diana camper. We zijn even bezig kijken. Want Diana, de zus, die komt en mijn zwager. Ja. Die komen ons lekker vergezellen op de roompot. Ja, maar die zijn met de camper. Precies. Dus we zijn even een plekje wezen kijken, een mooie plek. Ja, dus morgen rond 10 uur vrij. Niet zo ver van ons vandaan. Nee. Dus, superleuk. Gaat weer gezellig worden. Ja hoor, zin in. Doei. Nou, we hebben hier ook tenten. Tenten, tenten. Nou, leuk hè? Nou. Maar die vind ik echt je kan cijfertjes geven nou hè, hoeveel campertjes? Hè? Hoeveel campertjes? Nee. Ik geef bootjes. Doet, ik geef bootjes. Je hebt hier een supermarkt, een terrascafé, een snackbar en de uitgang. Oh, uitgang. We zoeken naar de uitgang. Ja, dat had je bij... Dat is wel leuk, maar eigenlijk horen wij helemaal niet thuis op camping hè? Jawel. Maakt niet uit waar je mee reist. Ik vond vroeger de caravan leuk. Dus ik ben van huis uit kamperen. Camperen met mijn ouders gedaan. Wij zwerven ook wel, maar dan niet op het water, maar op het land. En dat vond ik ook altijd leuk, kamperen. Want je had wel de mooiste plekken aan zee. Aan een weet ik veel. Nee. Okay. En het blijft gewoon leuk, die huisjes. Nou, hier heb je alles. Winkel, supermarkt, pizzeria. Servicepunt. Ja, ik ga daar niet filmen, want dan zit ik de mensen de pizza aan te filmen. Ja, dat is vervelend. Maar je kan hier alles vinden. Ook, ja, echt zo'n dus, mini vakantiepark. Marina Roompot. Ja, leuk. Nou, doen. Ja, gewoon. Echt doen. Heel leuk. Heel leuk. Zeker weten. Nou, we zijn weer thuis. Wel apart, hè? De End Your Life naast Nadim, de borrelboot. Komt niet vaak voor. Hè? Nee. He? Goed, dit, de beelden hebben we straks. Ja. Leuk hoor. Nou, we gaan eten maken. Nou, gaan jullie met de borrelboot mee? De zalm is in ieder geval... Ja, perfect. Heerlijk. Ronden jullie nog een beetje zalm over? Buurman, wil je ook nog een stukje? Lekker hoor. Dadelijk even borrelen.
Nou, Ron. Dan zijn we weer, hè? Je passagiers zijn er vandoor. Ja, de gasten zijn uit van boord. Ja. En nou, een ankerbiertje verdiend, hè? Oké. Wil je er ook een? Ja, doe maar een biertje dan. Je mag ook bij mij komen zitten. Nee, ga ik even pakken voor je. Maar hebben ze een gezellige dag gehad? Ja, was een leuke dag. Ja? Was een familie, hè? Oké, okay. Ik vind het wel leuk dat je al 10 boekingen hebt gehad via ons kanaal. Ja. Hè? 10? ik kan ze niet tellen. Dit, ik vind wel 12 hebben we er. 12 al? Ja. Dat is wel hè? Ja, dat wordt iedere dag meer. Dus als mensen nog willen boeken. Als ze willen, moet je snel zijn. Dan moet je echt snel zijn. Dus het loopt echt vol. Ja. Nou ja, zo ziet het er dan uit. Dan moet je op gaan ruimen. Ja. Oh, ze hebben ook champagne gedronken, zie ik. Ik ga sparen voor een vaatwasser. Een vaatwasser? Er staat toch een vaatwasser buiten? Oh, hier. Ja, persoonlijke vaatwasser. Oh, ze stond niet meer, ze stond binnen, ze stond af te luisteren. Nee, ik wou mijn telefoon even hebben. Kom lekker zitten. Dan moet ik Jaantje ook even vragen, hè? Ja, zeker. Waar is die aan? Zat je? Ik heb koffie. Wij hebben koffie, zeker? Oh. Nee, cappuccino. Cappuccino heb ik niet. Oh. Koffie vroeg je toch? Nee, ik heb geen melk, geen klokmelk. Heb je wel gewoon koffie met melk? Gewoon koffie met melk. Ja? Moet er iets in? Ja, lekker biertje, Ron. Ja, ik zal hem even openmaken voor je. Ja, dat kan ik zelf niet. Dat hoort er allemaal bij, hè? Voor die 3,50 maak ik hem open voor je. Hier zo. Nou, proost. Proost, jongen. De vriendschap. Ben je ook zo mooi? Ik heb helemaal niet gewerkt. Nee, je hebt geen flikker gedaan vandaag. Beetje sturen, nou. Gas geven en sturen. Ik heb... Weet je wat ik gedaan heb? Nee. Ik heb gelet. Toen ik de haven binnenkwam. Of al die kinderen die overboord gingen. Nee, ik heb gelet op de wind. Hè. Waar komt de wind vandaan? Die kwam daar vandaan. Ik denk, als ik hem dan zo vaar, daar heb ik onder controle. Van de meester. Dus ik ging zo naar de kant. Achterkantje bij, boegje, klaar. Oh. Rol zegt net... Ik zal me even voorstellen. Hoi. Ja. Hoi. Hallo, aangenaam. Ja, dat is een fan van ons. Nee, ik doe het voor gewerkt. Dat. Oké. Oh. Ja. Hou er maar van. Waarom vragen mij, wat komen jullie hier nou eigenlijk doen? Hoe komen jullie hier nou terecht? Ja, zo zei ik het niet hoor. Dus ik zeg, nou, aan mij leg het niet. Weet je wat hij zei? Weet je wat hij zei? Ja. Ik zei, ja. Als het aan mij had gelegen, had ik jouw kop niet gezien, zei hij. Oh, nee, ik wel.